3D-printen. Het is iets wat de laatste jaren helemaal booming is. Het bestaat eigenlijk al een jaar of 20, maar de laatste jaren heeft de techniek zich verfijnd en er zijn meer mogelijkheden bijgekomen. Shapeways houdt zich nu een jaar of 7 bezig met 3D-printing. En dat gaat eigenlijk zo lekker. Ze hebben al een kantoor in New York, maar het begon natuurlijk gewoon allemaal in Eindhoven. Bij Shapeways in Eindhoven gaat er af en toe wild aan toe. Maar als er hier een poppetje kapot gaat, dan print ze het gewoon opnieuw. Yes! Want Shapeways houdt zich bezig met 3D-printen. We zijn een fabriek en een marktplaats. Dat wil zeggen dat je ideeën die je hebt over producten, die kun je tekenen op de computer. En zo'n file die stuur je naar ons toe. Wij maken van zo'n bestand een echt product en sturen dat weer terug naar je op. En heb je nou echt een goed idee, dan kun je het ook te koop aanbieden op die marktplaats. En dan kunnen andere mensen dat dan weer kopen en daar komt het webshop gedeelte vandaan. Per maand wordt er zo'n 120.000 keer geüpload op de website. En dat gebeurt wereldwijd. De klanten komen uit 120 verschillende landen. We hebben hier in Eindhoven een productiefaciliteit, een fabriek. En het hoofdkantoor zit in New York. We zijn gegroeid van 3 personen in 2007 naar 155 nu, op dit moment, 7 jaar later. Als alle orders verzameld zijn en netjes gepland zijn, dan wordt een heel bestand met al die kleine onderdelen en bestellingen in één geheel hierheen gestuurd naar de printers. En dan wordt zo'n grote trayfile, die wordt in laagjes gesneden van 0,1 mm. En dan gaat het eerste pannenkoekje, zeg maar, van de hele stapel, die gaat naar de printer. Dan wordt er een laagje van 0,1 mm poeder neergelegd, opgewarmd tot 150 graden. Dan komt een laser en die smelt het eerste laagje van poeder naar eigenlijk het eerste laagje van je product, van het item. En dan zakt de tray 0,1 mm naar beneden en dan haalt zich dat opnieuw, totdat in een uur of 20 de eerste hele cake van poeder eigenlijk klaar is. En daar zitten dan alle producten in die dan we eruit moeten halen en dan schoon kunnen maken om te gaan sturen. De 3D-printtechniek blijft zich ontwikkelen. Zo werd er eerst vaak nog geprint in plastic, tegenwoordig gebeurt het in bijvoorbeeld porselein, zilver of goud. Laatst haalde Shapeways nog een complete jurk uit de 3D-printer, maar het gaat in de toekomst nog een stapje verder. We gaan samenwerken met HP en daarin komt de eerste printer uit die volledig in full color plastic kan printen. En daar zijn ook al mogelijkheden om geleidende materialen mee te printen. Zodat je aan de ene kant je batterij en aan de andere kant je lampje erin prikt. De volgende stap is natuurlijk, en dat zal over de aankomende jaren steeds meer realiteit worden, dat je dus een batterij mee kan printen. Dat je een lampje mee kan printen.